Het is eens een ander gezicht van Molenbeek. 50 kinderen uit die veelbesproken Brusselse gemeente waren vanmiddag hier te gast op VTM. Een initiatief van het project Toekomst Atelier, een vereniging die elke zaterdag kinderen uit kwetsbare buurten of die het Nederlands niet als moedertaal hebben, bijscholen. Zo kregen de kinderen bij ons uitleg over het nieuws en bezochten ze onze radio- en televisiestudio's. Een honderdtal asielzoekers gaat in het opvangcentrum van Leopoldsbrug met elkaar op de vuist. Heel bevlogen en gepassioneerd legt Stef Wouters uit wat zijn job is. Deze kinderen ontdekken zo allemaal van dichtbij wat nieuws maken precies inhoudt. Hun nieuwsgierigheid groeit met de seconde. Daar moet zo'n oortelefoontje aan. Dat steek je in je oor en dit wordt op je rug. Wat is jou het meeste bijgebleven? Dat er verschillende zalen zijn en dat er ook verschillende de tv-toestellen zijn en dat is de eerste keer dat ik er zoveel zie. Elke zaterdag gaan deze kinderen naar school in het Toekomstatelier. Dat is een vereniging in Brussel die hen motiveert om het ver te schoppen in het leven. Ze leren daar van echte vakmensen verschillende beroepen ontdekken. Ik was benieuwd om in de wereld van grote mensen te kruipen. Ik wou heel graag kijken hoe dat ze dat allemaal deden. Wij zorgen dat ze de wereld en zichzelf leren kennen. Dat ze tal van vaardigheden die in het leven nodig zijn aanleren, zoals creativiteit, discipline, leren spreken voor het publiek. En we werken dus met maatschappelijk kwetsbare kinderen uit het Brusselse. En ook voor de lesgever zelf is het een boeiende ervaring. Vooral als buitenlands nieuws natuurlijk, over Apple. Want dat gaat over Amerika. Dat gaat over Amerika. Van mijn kinderen praten leer je altijd. Al was het maar dat je leert hoe moeilijk wij de dingen soms maken. Hoe moeilijk we het nieuws soms ook maken. Hoe moeilijk complex onze kijk op de wereld soms is. En zij zeggen soms van die hele rake, simpele dingen, dat je denkt van ja, eigenlijk moeten we het niet moeilijker maken dan het is. Het Toekomstatelier heeft intussen al 300 kinderen begeleid. Tegen 2020 moeten er dat 1000 worden.